Nou, je kan ook alvast dat zeggen dat je begint. Je kan ook alvast zeggen dat we dus in donker gaan spelen, want dat is nog niet. Hebben we nog ja, niet nee, gedaan. Dat ga ik natuurlijk ga ik dat vertellen. Ja. Zijn we al begonnen? Yes. En wacht even een beginnetje maken. Oké, okay. We zijn dus inderdaad in de Schaffelaar in Barneveld. Het is 23 minuten voor aanvang en het licht doet het niet. En wat ik begrepen heb in heel Barneveld. En wat ik begrepen heb is dat de kans dat het voor 7:45 in orde komt buitengewoon klein. Wat gaan jullie doen? Gaan jullie spelen? Vroegen ze ons. Wij zeiden natuurlijk gaan we spelen. We hebben geen licht en geen geluid, maar we gaan spelen. En nu moet ik me dus opmaken. Waarom ga jij je opmaken als er geen licht is? Nou, omdat er noodverlichting is. En ze hebben allemaal van die... ja, dat is het lichtje van Jeff's telefoon. En er is, in de zaal is het noodverlichting. En vaccintjes zijn er allemaal neergezet. Dat haalt natuurlijk maar heel weinig uit. Maar in ieder geval, mensen kunnen me zien. Ik ga ook helemaal voorop staan. En juist nu ga ik streepjes onder mijn ogen zetten, omdat ik al zo weinig mimiek heb. Maar nu gaan we dus de truc doen. Hoe gaat die man zijn ogen opmaken als er geen licht is? Dus dat moet, ja, Jeff, moet jij in de spiegel... Wil jij in de spiegel schijnen? Ja. Ja, oh ja, kijk nou zeg. Kijk. Ja. Hé, wat een team, joh. Doet hij wat? Ja. En dan hoop ik maar dat ik opgemaakt ben, zeg. We gaan vanavond in Braille spelen. Heel benieuwd hoe de mensen het vinden. Mijn ervaring is, mijn lange ervaring, 42 jaar, doe ik dit al, was vaker wat misgegaan. Als je daar gewoon als artiest goed mee omgaat en je er niks van aantrekt en je schouders eronder zet, dat mensen dat hartstikke leuk vinden en hartstikke fijn vinden. Weet je, voor hetzelfde geld hadden ze gewoon terug naar huis gekund. Ja. En dat gaan we ze niet aandoen. We hopen wel dat iedereen komt, hè? Ja, je dacht dat je klaar was. Hey, ik moet ook nog mascara. Oh ja, ja. En dat is me uitgelegd door Inge. Inge is de vriendin van Jeff, die heeft mij dit cadeau gedaan. En dan moet je dus eerst de mascara aan een papiertje doen, anders komt het te veel op je wimpers. Wat ik denk dat de whole point was om dit op je wimpers te krijgen. Maar wie ben ik? Licht op de spiegel. Ja. Oh, ik heb het nog nooit zo moeilijk opgemaakt, jongens. Ja. Maar het is natuurlijk ook allemaal onversterkt. Dus Charlotte moet heel zachtjes spelen. Dat vind ik ook heel vervelend voor je. En ja. Ik hoop met name bij dat ene nummer waar ik zo heel laag zing, ja. Dat ik nog wel te horen ben. Want daar helpt de techniek. Ik ben heel benieuwd. Ja, en dan heeft Timo van het theater, die heeft alles mooi uitgelicht. En die heeft het geluid in orde gemaakt. En die kan dus daar gewoon 1,5 uur ruim met zijn pik gaan zitten spelen. Want er is geen techniek. Ja. Hij gaat te veel met jou om, Jeffrey. Ja. Nou, dat is gewoon een staande uitdrukking. Oh, sorry, die laatste was echt per ongeluk. Nee, die was echt per ongeluk. Nou, volgens mij ben ik opgemaakt. En ik hoop dan dat die mensen die mij op het podium zien staan... en maar een soort vage flexie, dat ik toch nog iets van expressie heb of zo. Charlotte, zou je me nu uit te lachen? Gewoon echt serieus? Ja. Nou, ik hoop dat jij de toetsen kan zien. Kan jij de toetsen zien? Ja hoor, dat komt goed. Ja? Ja. Nou, Charlotte heeft in zoverre makkelijk dat haar bladmuziek, die staat niet op papier... Dus er hoeft geen lampje bij, want het staat op de iPad. Ja, maar ik ben heel blij dat ik net vorige week een nieuwe iPad heb. Ja, die wel een goede accu heeft. Want de vorige iPad, die was vlak voor de voorstelling. Een paar weken geleden was die eigenlijk... Dus het was een heel spannend moment was dat. Ja. Maar vanavond gaan wij een unieke avond beleven. Wat er ook gebeurt. Ja, en gek is, je ziet me helemaal smilen. Het is misschien een heel misselijk trekje. Maar als het misgaat, vind ik eigenlijk het leukste wat er bestaat. Want dan moet je wat doen en zo. En natuurlijk wel zorgen dat ik te horen ben, te verstaan ben. Ja. Maar ik ga echt een paar truc uithalen. Weet je, aan de zijkanten op die trap, die tribune gaat zo omhoog. Daar is op de ene kant meer licht. Dus ik ga daar maar af en toe ook een beetje staan. Leuk. En daar maar hopen dat ik niet, doordat alles anders is, ook ineens mijn tekst kwijt ben en zo. Maar ja, dat gaat geheid wel een keer gebeuren vanavond. Daar neem ik vergif op in. Maar ja, je hoort helemaal aan dat ik... Ja, ik ga er even bij zitten. Ga vertel verder. Nee, dit is het verhaal. Word jij er extra zenuwachtig van, Charlotte? Nee. Nee? Nee hoor. Waarom niet? Het is gewoon leuk voor mij. Iedereen ja, ik ben heel zenuwachtig. Ja, oké, dankjewel. Ja. Nou, leuk. Hoe lang hebben we nog? Ik heb geluk. Ik hoop nog 80 jaar. Hey, ik heb een lampje op mijn horloge. Helpt dit? Ja, zeker. Enorm. Ja? Nou, ik heb natuurlijk wel zo'n flashlight op mijn telefoon. Die ga ik vanavond wel gebruiken, maar ik weet nog niet hoe en wanneer. Nou, nu kun je dus echt die telefoon gebruiken. Ja. Aan het begin van de show. Ja. Ja, en ik had hem altijd uitstaan, maar sinds dit seizoen heb ik uitgevonden dat je ook een vliegtuigstand hebt. Ja. Ik ben echt een serieus een oude lul hoor, op dat gebied. Lach niet, Ettenbach. Nee, sorry. Ja. Sorry. Dus maar kijken of we daar ook nog wat mee kunnen. Maar het wordt improviseren en ja, ik weet niet, het wordt een aparte avond. Yes. Ik hoop dat niet te veel mensen gedacht hebben in Barneveld, want in heel Barneveld schijnt het plat te liggen. Van, oh, dat gaat zeker niet door, ik blijf thuis. Ik hoop dat ze gewoon wel komen. Ja. Oké. Okay.